En Corrie, kun je uitleggen wat jouw functie hier is vandaag met die debatten? De gemeenteraad stelt jaarlijks een programmabegroting vast met een meerjarig perspectief. En het hele proces van de voorbereiding en de agendering van de stukken en hoe dat allemaal gaat verlopen in de raadzaal, daar ben ik verantwoordelijk voor met een heel team. De Griffie. En dat gaat van dat de juiste stukken er zijn en dat de stukken ook rechtmatig zijn. Daarom moeten ze getekend worden. Tot en met het eten en drinken. Dus dat is echt van A tot Z. Zodat de raadsleden en het college, dus het hele gemeentebestuur, eigenlijk optimaal gefaciliteerd worden in datgene waar ze voor zijn. En mag ik vragen, wanneer zijn jullie daar al mee begonnen met die hele voorbereiding? Die voorbereiding, dat is al, ik zou haast zeggen, drie maanden geleden. Want eerder, de planning was eerst op een ander moment. Dus eerst is er een voorstel of de planning gewijzigd kan worden. Dus daar is dan weer een vergadering over geweest met de fractievoorzitters. Dus er werd iets later aangeleverd. Wij zijn een week verhuisd qua planning. Dus dat kan dus heel erg vroeg beginnen, zo'n voorbereiding. Ja, en hoe lang denk je dat er vandaag door vergaderd wordt? Nou, de tweede termijn voor de raad moet nog gebeuren. En de tweede termijn voor het college ook nog. En het kan anderhalf uur duren. Er is best al wel erg veel gewisseld. Zowel dinsdagavond als tot en met nu. Dat kan ook wel weer tijd besparen. Dus dat is heel lastig inschatten. Maar dat kan ook nog zijn, er worden serieuze pogingen gedaan om te kijken of je elkaar goed kan begrijpen en of je tot elkaar kunt komen. Dat is natuurlijk een heel belangrijk proces en je bent met heel veel fracties. Dus dan wordt het niet, dat is niet even snel en met dat afstand houden is dat echt aanzienlijk lastiger. Ja, dat merk je gewoon. Ja, wat maakt het voor jou dit werk zo bijzonder? Nou ja, het is heel erg belangrijk als de begroting wordt goedgekeurd. En vastgesteld, dan mag de gemeente Almelo in januari weer geld uitgeven. En anders dan mag dat al sowieso niet. Dan sta je ineens onder toezicht van de provincie. Dus het gaat heel erg over veel belangrijke vraagstukken voor de stad. Maar raadsleden nog wel verschil van inzicht hebben over hoe je dat aanpakt. En waar je de accenten legt. Dus daar is toch wel veel over te doen. En ook voor de samenleving heeft dat ook echt veel impact.